Hé, hey, wat heb je, maat? Hé, hey, dikke baas. Moet je kijken. Oh, jezus. Oh, dat is een dikke. Kijk, eerst was het werken en een vriendschap erbij. En ik heb nu wel meer het gevoel dat eigenlijk een vriendschap is en het werken erbij zit, weet je wel. Ja, klopt. Oh my god. Dames en heren, dit ga je niet geloven. Ik kom gewoon niet meer in mijn freaking auto. Kijk, ik kom er niet meer in. Hoe kan dit? Knol Power. Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben ontzettend enthousiast. Ik heb echt heerlijk geslapen en ik ben met een super goed gevoel wakker geworden. Nog steeds in mijn hoofd het Nederlands record. Gisteren behaald op Twitch. Het is ongelooflijk, het is bizar. Hoi jongens. Het is lekker weer. Dus ik snap dat er veel mensen buiten zijn vandaag. En dat gaan wij dus ook doen. Ik ga eerst even een kaartje trekken. Ik ben in een parkeergarage in Amsterdam. Amsterdam. Hoe kom ik nou bij Amsterdam? Het was echt 20 minuten rijden van mijn huis. Dat is sowieso geen Amsterdam. Hey, hallo. Hoi. Kijk eens wat we daar hebben. Ja. Hebben we er zin in, maatjes? Zeker. Ik eet even een broodje. Lekker, man. Nou, dan heb ik voorbij dat broodje. Heb ik lekkere koffie. Oh, een bekje koffie. Ja, hier achterin ook nog. Eentje voor Daniel. Lekker, man. Dankjewel. Hey, jongens, alvast eventjes proosten voor veel vis vandaag. Zeker. Proost. Hoppakee, dat gaan we doen, dames en heren. Ik zet mijn auto eventjes neer. En dan gaan wij vandaag even een hengeltje gooien. Dat heb ik lang niet gedaan, een hengeltje gooien. Ik ga even de auto neerzetten. Gaan we even alles klaarmaken. En dan gaan we er een mooi dagje van maken. Ik ga niet alleen vissen vandaag, maar daar begin ik wel mee. Ik heb ontzettend veel zin in. Nou, zoals jullie zien, we hebben de spullen allemaal mee uit de auto gehaald. Voornamelijk de meeste spullen weer van Daniel. Het enige wat ik bij me heb is mijn rode glimmende hengel. Ik ben nog steeds zo super blij mee. We hebben daar een matje, een soort van kindermatje. Ja, dat is een knuffelmat. Worstelmat. Een worstelmat. Nou, daar kunnen we de vis in leggen. We hebben daar nog een emmer met vier. Oeh, poep. We hebben een emmer met vier visjes erin. Wat voor vis zitten erin? Koolbleien. Koolbleien. Nou, daar word je hartstikke blij van. Ja. Dat heeft Daniel vanochtend al eventjes gevangen. Dus dan kunnen we ook kans maken op snoek. Want we hebben snoekengels mee. Ik zie daar een oranje dobber. Je ziet daar een oranje dobber, dus er is iemand al aan het snoeken. Ja, maar dat maakt uit. Kijk, het is droog vandaag en we zijn in Amersfoort. Dat is toch wel een soort van de visstad geworden. Dus het is best wel druk altijd. Maar we gaan gewoon ons best doen en we zien wat er van komt. Knol Power vissen door. Ja, maar we gaan het zien. Ik dacht dat je bij de bodem bent en dan zie je dat je lijn losvalt. Ja. 1, 2 draadjes, ja. Los. Ja. 1, 2 draadjes. Ja, Daniel is nu even aan het uitleggen, want als het goed is, heeft Stefan nog nooit roofvis gevangen. Ja, nee. Niet echt specifiek op roofvis, gewoon met een blinkertje wel eens een keer. Maar wel, je hebt wel veel karpers gevangen. Ja, karpervissen doe ik wel veel. Ja, maar niet roofvissen, dus daarom nemen wij hem een keertje mee. Ja. Deze manier van vissen niet. Okay. Ja, als je een tik krijgt, aanbeten voelt wel een flap haak zetten. Maar... er wordt wat. Nou mensen, het is niet veel soeps tot nu toe. Ik heb wel eventjes hier oma's gehaktbal. Kijk eens even. We hebben hier eventjes gehaald. Even een gezellig tentje. We staan hiervoor even te vissen. We zijn al zeker 2 uurtjes bezig. Niemand heeft nog aanbeet gehad of maar iets van beweging gezien. Dus het is taai op het moment. Maar het is lekker weer. We zijn gewoon aan het chillen. Het is relaxed. En we zetten gewoon door. We verwachten dat met de schemer en als het al helemaal als donker is, dat het dan wel echt los gaat. Maar we zien het allemaal wel. We hebben het gewoon naar ons zin, dus helemaal prima. Mooie snoep. Heb je vis? Ja. Oh, lekker man. Hele hier is Steven Schepper. Klim erop. Lekker man. Heb je Schepper, Steven? Ja, mooi. Hele mooie. Oh. Komt u maar. Kijk. Opa. Yes. Hey. Lekker man. Lekker man. Lekker. Hoppakee. Dikke vis. Laten we even zien hoe het moet. Kijk eens even. Mooi snoekbaars. Ja toch? Ja, zeker. Mooi jongen. Hey, dat zit er hem, dus he? Wel hè? Deze had hij net gemist. Ja. Kijk eens even. Geef me even mooi hoor. Geef me even je phone, dan maak ik een fotootje. De eerste van vandaag? Ja. De eerste van vandaag, ja. Als hij nu gaat, dan gaat hij. Super visie. Ja toch? Ja, mooi man. Dikketje ook. Mooi toch? Echt wel. Super blij mee man. Ja, leuk. Top. Mooi blij mee. Wat is het? Een snoekbaars. Ben jij van tv? Ik ben van YouTube. Ja. Enzo Knol. Ja. Nou, leuk dat ik jullie eens tegenkom. Ik heb een gezicht, maar komt dit zo gaan praten. Oudste fans, wat leuk. Ja, leuk man. Oh, dat ga ik tegen mijn kinderen zeggen. Nou, groetjes aan de kinderen. Ja. Hey, doei. Kijk eens, heel blij.
Ja, dat is vet. Maar is dit een soort angstpoepje of wat is dit? Ja. Het is een angstpoepje. Ja. Lekker, man. Oh. Oh, veeg het aan de steen al. Maakt niet uit, ik ga hem weer erin laten. Ja, kan gewoon met een plonsje. Ah, is een mooi hoor, dit. Ja, leuk. Hier ben ik echt super blij mee. Hij is dik. Ja, het is best wel een dikket. Gaat ie. Hoppa. Ja. Hey. Lekker. Oh. Hey, super blij mee. Eerste vis van vandaag, dames en heren. Maar komen, als het goed is, nog meer. En hopelijk ook eentje van Stefan. Yes! Zet hem op, hè. We doen ons best. Hey, wat heb je, maat? Hey, dikke baars. Moet je kijken. Oh, jezus. Voep. Wow. Ebbes. Dikke baars, gek. Gast, oh, wat ben jij aan het doen, jongen? Hey, in één keer in een kwartier twee. Je bent aan het masteren, jij. Hier. Ah, zo, dit is echt een mooie baars, hoor. Dit is een van je grootste ooit, of niet? Oh my god, dames en heren, wat gebeurt hier eventjes? Hoppakee. Ja, hier ben ik blij mee, hoor. Mooi, hè? Ja, man. Kijk hem. Oh, dat is een dikke. Dat is echt een dikke. Dat is gewoon tegen de 40 centimeter. Ja, maar ik voel het ook wel. Deze is wel sterker dan die snoepbaars. Ja. Moet je nagaan. Ja, maar mooi kijken hoe dik die is. Ja, mooie is kleur. Echt... Heel donker. Moet je kijken, dat oranje. Die oranje stippen overal. Ja, is echt gaaf, hoor. Punt gaaf. Super mooi. Dit is een krefteneter, dit. Gast, wat een dude ben jij. Zo, dit is echt mooi, gek. Ja, is onwijs mooi. Hij staat ook op scherp, hè? Zie je dat? Ja, joh. Gruwelijk. Echt onwijs mooi vis. Ja, deze is echt gaaf. Misschien wel een van de mooiste baars die ik ooit heb gevangen. Kijk dan ook hoe mooi gekleurd. Ja, hij is zo mooi gekleurd. Niet normaal. Dit is echt een krefteneter. Dat oranje krijgen ze van heel veel krefteneters. Ja, zie je? Ja, ja. Ja, ziek, hoor. Midden in het centrum hier weer, van Amersfoort. Gaaf, hé? Amster, ik bedoel Amersfoort. Groningen, toch? Ja. Nou, heel dames en heren, gaat er vandoor. Echt een dikke, hoor. Kijk dan, een goede hand vol. Kijk dan hoe mooi. Hij is heel mooi. Check dit even. Hij is echt heel mooi. Ja, hij staat ook gewoon prachtig op mijn hand zo. Zie je dat? Als hij één keer spartelt, heeft hij freedom. Ja. Ja, ik laat hem los. Mooi afduikje. Hop. Zo. Hier man. Twee in een kwartier. Hey, je staat te slachten, jij. Ja, joh. Adrenaline. Hoppakee. Oh, kut. Ik heb niet gefilmd. Het is wel een keer gebeurd, hè? Ja, dat weet ik. In meer geval. Oh, ik maak mijn handen weer even schoon aan mijn jassie. En dan gaan we verder. Helemaal top. Dames en heren, check eens even wat hier gebeurt. Een winde op een netrig. Check nou eens eventjes wat die doet. Die Daniel. Witvis op een netrig. Lekker hoor. Ik miste er één, wordt erna gelijk nog één. Maar kijk dan wat een plek, mensen. Het stroomt hier ook uit. Dat is ongelooflijk. Dat is niet normaal. En hij vangt er even één. Nou, de eerste. Lekker man. Jij moet even met mijn aasje gooien. Ja, Stefan die moet echt even wat vangen hoor. Zet hem op, jongen. Zet hem op. Oké, dan loop ik nu weer eventjes hier zo naar mijn loempia's. Ik liep net even naar de boys toe, want ik was daar aan het vissen daarachter. Ik liep net even naar ze toe met mijn loempia. En toen in één keer filmen en zo een keer beet. Nou goed, ik ga even lekker genieten van mijn loempia's. Even lekker wat drinken. En dan straks gaat de schemer beginnen. En ja, we hopen echt. En we denken ook dat het helemaal los gaat bij de schemer. Of als het donker is. Maar dat is wel een beetje het moment dat de vis heel erg goed kan gaan bijten. Dus ik ben benieuwd. Zo, doen we het kaartje erin. En dan gaan we de parkeergarage in Amersfoort verlaten voor een nieuwe visstek. En dit is de visstek waar wij dus gaan vissen nog even in de schemer en het donker. Ik hoop zo erg dat Stefan nog wat gaat vangen, echt. Hij komt helemaal vanuit Assen, speciaal hierheen om even met ons te vissen. Ja, dus dan moet hij even een visje vangen ook, toch? Kom op, we gaan het schieten straks. Later. Jeetje, je ziet de plons nog in het water. Wat gebeurt er? Gast, dit was niet normaal. Kijk dan. Het is helemaal verdraaid. Ik had echt een dikke snoekbaars in één keer. Onder het kantje. Klapt hij die erop, joh. En het mooie was, Daniel zei net nog, lig je meestal bij het kantje. En ik haal hem langs het kantje hier en in één keer, plek, die hengel ging helemaal naar beneden. Niet normaal. Maar goed, de schemer is nu bezig, dames en heren. En dit is de eerste aanbeet. En er is hier helemaal niemand. Dus dit geeft vertrouwen. Of niet, Stefan? Ik ga nu één vangen. Ja, jij gaat nu één vangen. Oh, dames en heren, alsjeblieft. Laat Stefan wat vangen. Let's go. A few moments later. Dames en heren, het is ongelooflijk. Ik had gehoopt dat het Stefan zou zijn, maar ik heb zelf weer wat gevangen. Het is een prachtig snoekbaars. Gaan we even uit het netje halen. Het is wel een grotere dan vanmiddag, geloof ik. Ja, dat is een mooie vis, man. Ja, deze is nice. Kijk eens even. Hij wil hem graag hebben. Hij wil hem heel graag hebben. Zit helemaal in zijn snikkel. Kijk eens wat we hebben hier. Hoppakee. Echt een mooie vis. Ja, toch? Kijk wat een dikke flapstaart erop zit. Ja. Zo, dat is echt een goeie. Zeker. Holy shit. Dat is serieus een goeie, man. Ja, mooie vis, man. Ja, echt een mooie. Echt dik. Echt heel erg nice. Was hij sterk? Ja, was best wel sterk. Ja, je spatte er ook best wel eventjes tegenstribbelen. Deze lieve jongen. Of een dame. Mooie. De derde van de dag en eentje nog gelost. Ik ben echt blij. Ja, je bent goed aan het vissen. Je bent echt goed aan het vissen. Iedereen die we spreken vangt helemaal niks vandaag. Nee, dus het is wel bijzonder. Maar waarom ook dan ik de enige? Ik bedoel... Ja, knop houden. Ja. Oké, ik ga hem weer terug doen. Een kleine plons. Kijk, dan echt gewoon groot hoor. Mooie vis hoor. Ja man.
Klap. Joepie! Gaat weer. Oi, oi, oi. Het is best wel fris buiten, kan ik jullie... Wow, ik schrik me helemaal een ongeluk. Oh my god. Hoi. Mag ik een foto van jou? Ja, zeker, dat mag. Weet je waar de kop? Ja, wilt u misschien iets meer afstand nemen? Ja, ja, super, dank u wel. Mijn zoon is heel erg voor jou. Wij zien je nooit in Amersfoort, nooit. Oké. Okay. En ik zag je nu hier staan. Ja. Ik denk, ik ga het vragen of ik een foto mag. Ja, nee, tuurlijk, zeker. Als u een selfie maakt, dan helemaal top. Hij klopt, aftershave. Kousen heeft hij gekocht. Ja, lief. Nee, echt hoor. Ik vind het zo grappig dat ik je in één keer zag. Ja, anders dan neemt u mij op en dan spreek ik een filmpje voor hem in. Oh, dat is super. Hallo Dave, superleuk dat je kijkt naar deze video die ik even speciaal voor je opneem. Super? Super, ja. Nou, top. Dus ja, sorry dat ik je stoor. Ja, nee, geef niet. Ik schrok alleen maar. Nee, hartstikke bedankt. Alsjeblieft, hè. Tot ziens. Doeg. Zo, ik schrok me echt. Ik weet niet of jullie het zagen, maar ik zie niet zo heel veel bij het raam hier zo. Oh ja, nu komt de ene en nu komt de ander. Ja man, dat is goed. We zijn aan het vissen, toch? Ja, klopt. Was net even aan het vissen. Ik ging naar de shop. Ja. Maar ik heb geen snoep voor je mee. Meen je niet? Ja. Meen je dat? Maar ik vies ze daar. Hé, dat is love, man. Hé, dat is keihard. Ik waardeer het, man. Dankjewel. Hey, love, man. Dankjewel. That's love. Thanks, man. Shout-out naar jou. Ja, met deze coronaperiode is het wel eens lastig. Omdat, net zoals nu, die vrouw, die kwam echt zowat bijna in de auto. Best wel eens lastig met die corona. Omdat, ja, mensen, net zoals vandaag met het vissen. Ik heb het niet gefilmd. Maar echt, het was druk, jongen, in Amersfoort. Met allemaal fans en mensen en zo. En ik vind het hartstikke gezellig, hoor. Daar niet van. Maar het was af en toe niet echt vissen, maar alleen maar fanmeeting. Maar goed, het was wel hartstikke gezellig. En ja, ik baal gewoon een beetje voor Stefan. Ik vind het zonde dat hij niks heeft gevangen. En ja, het is een beetje lastig af en toe met de corona om afstand te houden en zo. Er is een reden dat ik me af en toe even voor de zekerheid laat testen. Gewoon om er zeker van te zijn. Omdat ja, je hebt toch best wel vaak nog situaties waarin mensen echt in één keer naast je staan. Of je op je schouder tikken of wat dan ook. Oké, we gaan nu eventjes terug naar de plek waar we vanmiddag waren. En dat is bij de Koppelpoort in Amersfoort. Dus ik hoop echt dat daar nog even iets spectaculairs gaat gebeuren voor Stefan. Het zou mooi zijn als hij dan vandaag in één keer de allergrootste vangt. Maar goed, we gaan het zien. Dat is de laatste plek waar we heen gaan. Daarna gaan we naar huis, want Myron, die heeft, als het goed is, weer heerlijk gekookt straks. Dames en heren, precies zoals ik had gehoopt. Precies zoals ik had gehoopt. Stefan heeft een knijtersgrote vis eraan. De grootste van de dag. Wat? Snoekbaars. Hoppa, hebben ze. Lekker. Lekker. Je allereerste snoekbaars. Hoppa. Hoppakee. Hoppa. Lekker. Check hem even, hoor. Denk ik. Ja, dit is de grootste van de dag. Lekker, hè? Mooi, man. 60 centimeter of zo. Yes. Later. Lekker, man. Hoppa. Hoppakee. Dan. Wat een afsluiter. Voor de mensen die zich mochten afvragen waar mijn pet is gebleven. Nou, ik stootte mijn hoofd hier tegen de rand. En toen viel mijn pet in het water. Ik ga even met de hengel even mijn pet opvissen. Als goed lukt het wel. Ik ben blij dat hij op zijn bovenkant viel. Wel ziek dat die pet gewoon zo goed drijft, joh. Ja, ik heb hem. Hoppa! Kijk, mijn pet. Zo, vis je meteen eruit. Nou, daar is mijn pet. Helemaal nat. Nou, die doe ik maar niet meer op. Die neem ik wel gewoon zo mee. Ook typisch iets voor mij, dat de pet gewoon in het water valt. Jongen, jongen, jongen. Oh my god. Dames en heren, dit ga je niet geloven. Is sowieso, ik heb al geen pet meer dus. Want die is gewoon zeiknat. En ik doe de deur dicht van mijn auto. En ik ga jullie laten zien wat er zojuist mij is overkomen. Dit meen je gewoon niet. Wauw, ik weet geen eens hoe ik moet reageren. Verdrietig, boos, gechoqueerd. Oh, ik lach blijkbaar. Ik lach erop. Maar ik baal er wel van. Oh my god, check dit. Oké, het is aan het regenen ook. Zoals je af en toe ziet wel in het beeld. Het is aan het regenen. Ik wil de deur open doen. Lukt niet. Wat heb ik gedaan? Voordat ik de auto ging instappen, deed ik mijn jas uit. En mijn jas doe ik dan vaak achterin leggen. Dus ik deed de deur open. Ik leg mijn jas erin. Ik doe de deur dicht. Maar blijkbaar viel mijn jas ertussen. Maar hij is wel op het slot gegaan. Dus nu kan hij niet meer open. En de sleutels zitten in mijn jaszak. Dus ik kom mijn eigen auto niet meer in. En zoals jullie zien, hij is niet goed dicht. Het raam hier is gedeeltelijk open. Het is nog steeds aan het regenen. Hier is het ook open. Maar ik kom gewoon nergens meer in. Ik kom gewoon niet meer in mijn auto. Serieus. Ik kom gewoon niet meer in mijn freaking auto. Dit geloof je toch niet? Ik heb ook geen jas meer aan, want die heb ik in de auto gelegd. Kijk, ik kom er niet meer in. Hoe kan dit? Hij is gewoon in het slot gevallen. Mijn jas die is ertussen gekomen en toch viel die in zijn slot, maar niet goed genoeg. Ik kom gewoon niet meer in mijn auto. Nou, sta je dan in Amersfoort. Ik heb net Myron verteld dat ik naar huis ga rijden en dat ik op tijd ben voor het avondeten. Maar dat is veranderd. Ik ben niet op tijd voor het avondeten. Nou, hier komt Daniel aanrijden. Die gaat zich helemaal kapot lachen. Die gaat helemaal kapot. Je gaat dit niet geloven. Wat? Ik doe mijn jas uit. Ja? Ik leg hem achter in de auto. Ik doe de deur dicht. Mijn jas valt ertussen. Dus hij valt in het slot. Maar de deur zit niet goed dicht. Ik kom er niet meer in.
Ik kom niet meer in mijn auto. Dus je moet met mij meerijden, dan gaan we later je auto ophalen. Nou, ik durf niet weg te gaan, want hij zit niet helemaal in zijn slot. Ik ga het even Stefan vertellen, ja? Yo, Stefan, je gaat dit niet geloven. Wat is er? Serieus, ik doe mijn jas uit. Ik doe de achterdeur open. Ik leg mijn jas erin. Ja. Eén mouw, die hangt er nog een beetje uit. Ja. Ik doe de deur dicht. Hij valt blijkbaar in zijn slot. Alles. Nee, niet. En ik heb geen jas meer aan. De autosleutels liggen in de auto en hij is op slot. Nee. Ja. Hoe dan? Ja, hoe dan? En nu dan? Ja, en nu? Ik weet het ook niet. Maar de sleutel zit erin. En de sleutel zorgt voor het contact. Ik snap het niet. Nou, ik krijg hem niet open. We hebben een plannetje. Daniel is natuurlijk echt een meester in dingen vangen. Dus ik heb aan Daniel gevraagd of hij mijn jas eventjes wil gaan vangen. Dus we hebben een kleine ruimte hier. Maar echt een kleine ruimte. Jullie zien mijn jas daar liggen. Zie je dat? Dus we hebben een klein beetje ruimte waar we in kunnen. We kunnen het een beetje zo gaan trekken. Ja, we moeten hem open krijgen. Want het raam staat een beetje open en het regent. Dus ja. Ja, we hebben wel een reële kans om hem gaan vangen. Maar ja, ik heb wel één dingetje. De deur, of de jas, ligt ergens hier tussen vast in de deur. Huh? Ja, dus misschien kunnen we de jas geen eens omhoog trekken omdat hij vast zit tussen even. De deur. Ik heb een tang, ik heb een haak. Pas op met die tang bij mijn auto, hè. Even schijnen, dan kan ik het even zien. Net schijn je heel mooi in die auto. Is toch niet normaal dit? Maar verschijn ook eens. Een schijn, moet je meer lijn? Meer lijn? Geef wel meer lijn. Je moet even schijnen, dan kan ik het zien. Ja, is goed. Staan we hier met drie jongens bij Lambo. Proberen in te breken. Godzame. Dat de dag zo moet eindigen, dat geloof ik toch niet. Hé, maar ga je dan nu ook een gat maken in mijn jas als je hem gaat vissen ja, zo? Ja. Nou, we zijn ongeveer 5 minuten verder. Nog geen succes, maar we geven niet snel op, dames en heren. Nee, zeker niet. We zijn nog steeds bezig om in de Lambo te komen. Tangetje erbij. Tangetje erbij. Ja, ik heb die jas volgens mij. Heb je die jas? Ja, ik voel hem. Ja. Pas op, ik heb die jas beet. Heb je de jas beet met de tang? Ja. Ja. Doe de haak eruit alsjeblieft. Ja, ja. Oh, je sloopt mijn jas. Vriend, schadevergoeding. Oh, pas op joh, de raam moet niet in één keer knappen. De raam moet niet in één keer knappen, we kunnen er wel in. Ja. Mooie knakhorst dat je bent. Kijk, wacht. Ja. Ik heb een stukje jas. Ja, heb je een stukje jas? Zo, jas is los. Ja, nice, hij heeft jasje vast. Als een jasje van je kapot is, beschadigd is, en je wil er iets aan doen. De deur zit in je jas. Hè? Ja, maar de jas die krijgen er nooit tussenuit, want die zit vast in de deur. Oh, wacht, misschien krijg ik hem nu wel open. Ja! Yes! Ja! Yes! Wat? Yes! Wat goed dit! Kunnen we naar huis? Hoppa! Hé, hey, zullen wij gewoon een keer een Lambo jatten? Ja. Wat? Nou, fisherman's friend. Hier, zal ik laten zien hoe dat eruit ziet? Hier, kijk, ga hem open doen. Hier beneden zat hij er gewoon tussen en dat heb je er nu uitgetrokken. Ja. Oh my god. Hij is uit de beveiligde modus of zo gegaan. En blijkbaar is mijn jaszak te radio gewoon... Radioactief. Ja, nee, wat zou ik zeggen? Mijn jaszak blokkeert het autosignaal. De autosleutelsignaal, dat is het. Ja, dit is bizar, man. Gewoon gefixt. Ja, lekker. Holy shit, we kunnen naar huis. Ik ga Maya bellen, gaat eten de oven in. Kunnen we straks lekker eten. Zo, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een Lamborghini heb ingebroken. Ja, gast, hoe voelt dat? Ook, ja. Nou ja, ik denk dat ik een nieuwe baan heb. Nou, we hebben het weer gered. Ik ben thuis. En Daniel, ik wil jou eventjes... Ja, dit gebeurt zo vaak. Ik moet dit echt even opruimen. Er hangen hier... Je moet een weerhaak hebben. Ja. Ja, mag ik wat vishaakjes lenen, zodat de jassen goed erop blijven? Ja, tuurlijk. Die gaat sowieso weer vallen als iemand er langs loopt. Ja, altijd zo, als iemand langs de jassen loopt, valt er eentje. In ieder geval, ik heb een hele tijd geleden, heb ik samen met Myron, om mensen op te vrolijken, heb ik voor mensen blaadjes geplukt. In een fotolijst gedaan, een mooi tekstje bij gedaan. En heb ik gegeven aan mensen. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar dit zijn een paar voorbeelden van wat ik heb gemaakt met Myron. Tadaa. Hier een blad. Met stront, blijf positief en vooral gezond. Wow! Ja, dit is next level hoor. Stay safe and positive. Hier een blaadje voor geluk. Het blad is te groot voor deze lijst. Heel veel liefde en groetjes uit Zeist. Nou, zoals jullie zagen, het waren ook rijmpjes die ik erbij had gezet. Het waren hele stom, simpele rijmpjes, maar toch leuk om te krijgen. Weet je, even of een complimentje of even zo'n leuk fotolijstje. Ja. Nu gaf jij een opmerking dat jij het echt stom vond. Echt? Ja, jij gaf een opmerking en jij zei zo van, huh, waarom? Dat is toch gewoon een droog blaadje? Nou, nu heeft iemand iets naar mijn adres gestuurd en ik vind het echt geniaal. En lees het hardop voor. Maar deze is voor Daniel gemaakt. Die moest ik aan jou geven. Lees het hardop voor. Het is gewoon een gedroogd blaadje. Maar in jouw woonkamer ben ik het perfecte plaatje.
Hoe geniaal was dat? Wow! Dat is ah, die gaat, deze krijgt sowieso een plekje in mijn woonkamer. Dat is toch mooi? Ja, is leuk. Ja, toch? Ja, ja, dus er stond in die brief van, ook al vindt Daniel niks, geef maar aan hem. Ben benieuwd hoe die reageert. Ja. Tadaa! Nou, thanks. Alsjeblieft. Ik wist het ook gewoon. Ik loop er altijd langs. Ja, je moet langs de muur lopen, niet langs de jassen. Ik ben ook gewoon zo onhandig. Maar nou, ik kon er ook wat van net hoor, met de auto, geen probleem. Ja, maar gelukkig hè, dan vissen we het weer bij elkaar. Ja joh, geen probleem, geen probleem. Oké, mensen, we zijn weer thuis. Eten is gemaakt door Myron. Oh my god, ziet er lekker uit. We hebben hier lekkere burritos. Oh, 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 dit is niet normaal. En je hebt er ook gewoon genoeg gemaakt. Dus is genoeg voor iedereen. We kunnen allemaal eten, lekkere dingetjes en zo kunnen we erbij doen. Dus ik ben echt helemaal blij. Heerlijk om zo thuis te komen en lekker te smikkelen. Zo, ruikt hij lekker? Nee. Zei ik toch? Oh, hey, ruikt hij heel lekker. Ja, Mario die kwam net naar me toe. En zo, oh, dit is interieurdesigner. Nee. Wat? Interieurdesign, interieurspray. Ik heb het in mijn mond, ja. Dan gaan we niet meer aan spuiten. Nee. Dit is interieurspray. Is super lekker. Kijk, deze zo. Ja, lekker. Deze nog een keer zo. Ja, per vierkante meter moet een spreekje. Er is zoveel gespreid hier. Nou, en nu heb jij nog meer gespreid. In onze mond hebben. Zo. Ja, maar om te demonstreren hoe jij dat zei. Je deed bijna zo. Zo. Hey, hebben jullie wel eens ingebroken in de Lamborghini? Ja, dat hebben we al eens een keer gedaan. Ja, dat hebben we gisteren al gedaan, toch? Ja. Gewoon, kan ik ook serieus antwoord krijgen? Ja, ik heb al een keer ingebroken. Je verwacht hem niet. Ah, toch is hij goed. Nee, vertel. Nee, nog nooit gedaan. Oké, okay, ik wel. Echt? Met de vishaak. Lekker man, zo met de voetjes heen en weer. Wil je ruiken of je stinkvoeten? Nee. Doe jij eens ruiken dan? Nee, niet op mijn voeten. Nee, is niet nodig. Nee. Hij spookt alsnog. Ruik jij nu eens bij Thijs dan of hij stinkvoet heeft? Ja, wil mijn knolpoos ook. Ja, jij ook ruiken. Weet, ja, je dat dat echt heel lastig is? Want ik heb vanavond alle was weggevouwen. Ja. Maar Thijs heeft knolpouwonderbroeken meegenomen en knolpouwersokken. Ja. Oh, dat is hetzelfde. Dat is een love. Dus ik heb het gewoon in jouw kast gedaan. Ik zei tegen hem, je mag gewoon uit Enzo's kastje pakken. Dus echt, we draaien raar in jouw kastje. We dragen gewoon elkaars onderbroeken en sokken. Ja, nee. Anders kunnen we niet meer achterhalen welke van Thijs waren. Zuik van broeken, schoenen, hoodies, mag goed. Dat heb ik niet gezegd, maar leuk opgevat. Ja, mag hoor, ik bedoel, dat doet het ook altijd. Dit is zo'n vreemd vlogstukje. Ja, nee, ik vind het gezellig. Nee, maar ik vind het ook gezellig. Gewoon even chit-chatten. Weet je wat het is? Soms heb je kleding van andere mensen nodig om verder te komen in het leven. Welke schoenen doe je morgen van en zo dan? Nee, dat zeker niet. Die heb ik net nieuw van mij. Dus die moet ingedragen worden. Oh ja, wist je dat? Vroeger gebeurde dat ook bij jou? Wat? In je vriendengroep? Dat mensen elkaar schoenen gingen dragen om in te lopen? Ja. Nee? Nee. Je had van die Nike Air Max, die waren echt verschrikkelijk. En dan gaven ze die een nieuw paar aan iemand om in te lopen. En dan na iets van een paar dagen kregen ze hem weer terug. En dan waarom? Kun je het ook zelf doen? Nee, dan kreeg je allemaal blaren en zo. En gaf je die ander dan wel geld of zo? Nee, of daar niet? Werd gewoon voor betaald. Oh? Gewoon €20 om die schoenen in te lopen. Is dit serieus? Ja, dat is serieus. Goed. Ja, maar ik heb dat nooit gedaan hoor. Maar ik had een vriend van mij die deed dat. Dat was zo'n werk. Nee. Schoenen inlopen van alles. Ja, ik snap er helemaal niks van. Dat was zijn werk. Zo random dit. Ik snap er echt niks van. Ik weet ook niet wat dit project is of niet. Die mond open. Oh, wat goed dit. Oh, wat goed dit. Ja, dat was zijn werk, ja. Ik kon kranten lopen, ik kon ook schoenen lopen. Ja, kies maar. Ja, toch? Nee, ik kan ook schoenen lopen. Waar kom jij vandaan eigenlijk? Net van de keuken. Hey, wat? Nee, Essel. Maar ik heb serieus die spray in mijn mond, even serieus. Maar waar kom jij vandaan? Wat heb je gedaan voordat je designer was? Ik heb nooit een baantje gehad. Echt niet? Dat is mijn enige baan ooit. Serieus? Ja, dat is echt waar. Oh. Ik heb nog nooit een baantje gehad. Nee? Nee. Heb je wel eens heitje voor kwijtje gedaan? Nee. Nee. Ik ging nooit aanbellen om... Dan vind ik dat jij een keer een dag lang heitje kwijtje moet doen. Goed. Perfecte tijd met corona.
Ben je erin aan bellen? Heitje voor kwijtje bij Enzo. Ja, dat kan ook. Nou, morgen een vlog idee. Heitje voor kwijtje. Heitje voor kwijtje. Dan word ik dan wel betaald. Nee, maar heb je nooit een bijbaantje of iets gedaan waar je betaald voor kreeg? Nee, echt maar. Ook niet van je moeder of zo. Dat ze dan een keer zei van Thijs, als jij nu naar de supermarkt gaat, mag je het wisselgeld houden. 1999. Ik kan echt 20 euro mee. Ik kan niks herinneren, nee. Nee. Wow, ik vind dat raar. Ja, ik vind dat best of hij raar. Was gewoon op jonge leeftijd al heel succesvol. Ik was wel op jonge leeftijd al bezig met... ja, dat is waar. Vanaf je 16e, toch? Ja, zoiets, ja. Ja, wel eerder, maar ja, 16e was het geld verdienen. Ja, ik werkte al vanaf mijn 13e. En today? Schoenen inlopen. Hij vindt het zo leuk om die grap te maken. Hij keek mij zo aan. Die gaat een mooie grap. Ja, soms zie je dat gewoon, hè? Ja, dat zie je. Hey, serieus, die spray gooi ik weg. Want ik heb de hele tijd de smaak. Ja, omdat er nu weg, echt 20 spraytjes zijn maar gedaan. Maar ik maar 3 en jij 17. Niet. Ik deed er ook. Ik deed er 4. Jij ook 4 en Thijs ook nog 1. Nee, maar ik ging vanaf mijn 13e was ik aan het werk sperziebonen plukken. Dat was leuk. En ja, dat was echt leuk. Dat was heel... Leerzaam? Leerzaam. Ja, nee, serieus. Nee, dat kan. Ja, ja. Hoe gewoon... heb je geleerd dan om sperziebonen plukken? Nou, om gewoon je eigen geld te verdienen. Ja. Dat heb ik geleerd. Maar ik kreeg dan elke keer eind van de week kreeg je uitbetaald. Dat was gewoon zwart werken natuurlijk. Ja, dat was gewoon illegaal. Want ik was 13, mag je helemaal niet werken. Nee. Die eigenaar ziet dit nu en die denkt, nee, heeft hij me nu verlinkt? Ja. Nee, maar ik heb serieus wel dat ik soms denk van ik baal wel dat ik niet een echt baantje heb gehad. Want ik hoor wel altijd van mensen van ja, daar leer je wel het meeste van. Gewoon zo vakken vullen en zo en met mensen omgaan. Ja, dat heb ik ook vakken vullen ook gedaan. Ik ben in een schoenenwinkel gewerkt. Ik heb kranten rondgebracht. Ja, waarom moet je lachen? Ik denk gewoon weer aan die schoenen inlopen toen je zei schoenen verkocht. Ja, je schoenen verkocht. Die waren ingelopen. Nee, maar even serieus. Dat is echt zo. Dit is zo random. Ik krijg het gevoel dat ik bij zo'n talkshow zit. Om te praten. Wat heb je allemaal gedaan? En, Nou, maar het is gewoon belangrijk om af en toe gewoon even goed gesprek te hebben. Ja, serieus wel goed om te kijken, om te relateren. Van, relativeren van hè, waar je vandaan bent gekomen. Ja. Waar je allemaal gedaan hebt om momenten zijn waar je nu bent. Precies. Maar Thijs, wat voor opleiding heb jij gedaan dan? Oh ja, grafisch vormgeving. Dat heb je wel helemaal afgerond ook. Ja, ik zat wel te twijfelen om in het tweede jaar te stoppen. Maar niet gedaan. Ik toen al gewoon goed ging. Maar mijn ouders wilden dat ik mijn papiertje ging halen. Dus die heb ik toen maar gehaald. Toen doorgaan naar je bedrijf. En toen deden nog niet heel veel mensen grafisch vormgeving, denk ik, die opleiding, of wel? Ja, nee, deden dan even want, wel. Nee, maar nu is grafisch vormgeving echt, ja, echt een ding. Het is maar... nu wel meer dan dat toen was. Maar ja. Ja, je weet, het is gewoon een beetje het wereldje waar je in zit. Ja, dat is maar ken je heel veel mensen. Is het leuk wereld? Ja, op zich wel. Soms is het wel een beetje... voelt een beetje zo'n competitie. Maar ik moet zeggen, ja, ik praat eigenlijk nou niet meer met andere designers. Dus. Omdat je er boven nee, staat. Nee, totaal niet. Maar ik focus nou gewoon op mezelf. Dat is het belangrijkste. Ja, zeker weten. Deze man. Nee, dat is zo. Ja, dat is gewoon zo. Nee, maar hoe zit het met... Dat is wel even een vraag waar ik nieuwsgierig naar ben. De kijkers denk ik ook wel. Dit is toch een soort van mini Q&A alvast met Thijs. Die van Noël komt nog. Oh, dat is de insteek. Wat is de grootste YouTuber voor wie je werkt? Ik denk KSI. Okay. Ik denk dat de meeste nu. KSI Legitimacy. KSI, oh, Legitimacy. Ja. Hoeveel abonnees heeft hij? Geen idee eigenlijk. Wie is het leukste YouTuber waar je voor werkt? Ik denk wel Enzo Knol, ja. Het is maar iets voor mij. Weet je wat ik zo bijzonder vind aan jullie? Dat Thijs eigenlijk al 7,5 jaar voor Enzo werkt. En dat jullie echt elke dag contact hebben. Ik heb nog meer contact gehad met Thijs dan wie dan ook. Ja. 7,5 jaar lang. Dat is echt elke leuk. Elke dag eigenlijk, ja. Ja. Vlogs, ja. Dat is wel sick eigenlijk. Ja, dat is wel echt. En dan sta je niet bij stil. Want het is gewoon eigenlijk gewoon iets waar je in het dagelijks leven gewoon... Wat erbij zit gewoon hoort. In mijn routine, ja. Zeg maar. Het is gewoon alsof je een onderbroek draagt. Ook. Ja, precies. Dus, ja. Het is gewoon standaard. Dus doe je elke dag om 3:45 een thumbnail. Dan doe ik dan weer 10 minuten niet afmaken. Yo, Thijs, voor 4 uur lukt nog wel, toch? En dan 3:45. Ja, maar Thijs, jij hebt wel echt periodes gehad dat je gewoon 24/7 achter je computer zat. Dus maakt het niet uit of ik 3 uur s'nachts iets vroeg aan jou of 8 uur 's ochtends. Mm-hmm. Dan je reageerde altijd. Yeah. Maar goed, nu heb je het wel beter voor elkaar. Jij niet. Dat zit nog steeds 10:00. Maar Thijs komt er wel echt achter dat het tweede beeldscherm hier, dat het echt top is. Ja, voor de productiviteit. Ja, Thijs kwam hier lekker. Met een beeldscherm. Is geen computerbeeldscherm, is gewoon een tv. Weet je wat we doen. Is hij grafisch vormgever, verdient hij best wat knaken, doet het hartstikke goed. Komt hij met een... Ja, nee, ik moet er eigenlijk wel investeren. Ja. Ja, daar ben ik mee eens, maar... En in een computer. Ja. Nee, ik heb tegen jou gezegd, ik ga sowieso een dat was het eerste wat ik zei, want kijk, ik ben wel eens bij Thijs geweest op zijn kamer thuis. En gewoon prima, gewoon kamer, woon bij ouders, niks mis mee. Gewoon goed voor elkaar, gewoon lekker geld verdienen, mijn moeder kookt. Ja. Ja, ideaal toch? Ja. Ja, heb ik ook een paar jaartjes gehad. Super
super chill. Shout-out aan alle moeders, vaders. Dus dat is gewoon een chille thuissituatie. Maar ja, ik had nooit echt eigenlijk jouw beeldscherm bekeken of jouw computer of zo. Mm-hmm. Maar als ik dan zie, zeg maar, wat Thijs allemaal maakt. Hoe super vet dat is, hoe knap dat is, hoe ziek dat in elkaar zit. Hoe ver doorgedacht. Gewoon de dingen echt gewoon top. Als je dat nu al gewoon met een tv-scherm doet en een computer die gewoon te oud is voor wat jij doet. Laat staan als jij twee knijters zieke beeldschermen koopt, zoals bijvoorbeeld die ik heb. Mm-hmm. Die dan ook alweer 2 jaar oud zijn of zo, maar die zijn echt super goed. Ja, precies. Met 144 hertz. Dan, dus ik wil gewoon zeggen dat de kwaliteit van de vlogtunnels wordt nog beter. Mm. Die gaat weer omhoog, ja. Ja, als je een nieuwe beeldscherm koopt en... Investeren in mijn zaak. Ja, maar wat wil je graag bereiken? Zo'n goede vraag, ja. Ja, ik moet wel zeggen, ik probeer wel... Niet dat ik helemaal van het YouTube probeer af te stappen, maar ik probeer het wel te minderen en iets meer voor mezelf te doen, zeg maar. Dus daarom ben ik nou ook bezig met de kleding. Ja, je bent designs aan het maken voor eigen kleding. Ja. Oeh, is dat wel echt sick. Nee, maar dat is een beetje het ding, want natuurlijk, het is super leuk. Ja, voor wie ik allemaal werk, weet je wel, super tof, grote namen. Maar ik ben de enige Nederlandse YouTuber voor wie het nog werkt, eigenlijk. Je doet af en toe wel eens wat dingetjes voor anderen of zo, gunfactor, of je maakt dus een Insta-foto voor iemand of wat dan ook. Maar zeg maar, de echte vloggen of de video's op YouTube qua Nederlander, ben ik de enige voor wie je werkt. Voor de rest alleen maar Amerika. Engeland, ja. Engeland ja, vooral, ja. UK heel erg veel. Ja, klopt. Maar je wilt dan meer ook projecten doen met andere grote bedrijven of zo? Dat je een keer voor een groot merk iets gaat doen? Nee, want dat heb ik al gedaan. Ik moet zeggen, dat ligt me helemaal niet. Want de YouTube-wereld is zo mooi, want iedereen is gewoon zo chill en het voelt gewoon als vrienden, zeg maar, samenwerken. En ik merkte het, als ik voor bedrijven ging werken, was het veel te serieus. En alle respect naar alle bedrijven en mensen die het wel leuk vinden. Maar ik merk voor mij dat er meer lol in zit als je inderdaad, zoals wij, echt zo'n vriendschap-werkrelatie hebt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Oh, en dat je ook van die gesprekken kan voeren, dat Thijs dan naar mij zegt van, yo bro, ik ben nu iets voor jou aan het maken. En ik hoop niet dat mijn moeder nu binnenkomt, want dan weet ik niet hoe ik hem moet uitleggen. Dat was de legendaris. Ik weet geen eens meer wat je aan het maken was. Ik ook niet. Maar je was iets aan het doen. Dus zei van, ik kan dit echt niet uitleggen als mijn moeder nu binnenkomt wat ik aan het doen ben. Uh-huh. Ja, ik had heel mijn scherm openstaan met gare shit. Ik weet niet wat het was. De hele tijd zo aan het werk, zo de hele tijd zo omdraaien, zo om te kijken. De deur. Ja, geniaal. Nee, maar ik vind het wel echt tof. Ik vind het ook heel erg leuk dat we dan op deze manier nog na zoveel jaren, zeg maar, gewoon eigenlijk beter bevriend zijn geworden. Ja. Want op het begin, we spraken elkaar elke dag. Alleen, het was nooit meer dan dat. Nee. Het was niet altijd een dankjewel. Vaak is het zo dat als mensen dan YouTubers of zo krijgen, dan een thumbnail en is het thanks, dat zit. Bij mij was het altijd wel, ik vroeg wel altijd even wat meer. Ja, yo, hoe is verder, dit en dat, en hoe is het met je moeder, gewoon dat soort dingen. Nee, maar ik merk wel, en dat is wel serieus. Kijk, eerst was het werken en een vriendschap erbij, en ik heb nu wel meer het gevoel dat eigenlijk een vriendschap is en het werken erbij zit, weet je wel. Dus die dingen zijn eigenlijk wel omgedraaid. Ja, klopt. Voor mijn gevoel. Het is veel meer vrienden geworden dan werken. Ja, precies. Maar ik moet zeggen dat nu Thijs hier zo is, is wel echt super sick hoor, hoe chill dat is eigenlijk. Ja, de productiviteit gaat echt gewoon... Ja, die gaat omhoog. Dat is niet normaal. Thijs heeft zoveel dingen gefixt, ook voor de Twitch. Ja. Voor de layout en zo, en dingetjes en ideetjes. Je kan zo snel met elkaar schakelen. Dus als je een nieuw huis koopt, dan reserveer ik een kamertje voor Thijs. Ja, dus... Ik heb al met Thijs de inrichting besproken. Oh, meen je? Ja. Dus bij deze eigenlijk een aankondiging, hè? Ja. Thijs, die gaat bij ons inwonen. Ja. We gaan met z'n drieën verder. Tegen welke van de drie kamers moet ik dat zeggen? Ja, inderdaad. Die links boven. Nou, top. Nou, ik wil wel zeggen dat ik een andere design heb gevonden. Okay. Dus bedankt voor je... Nee, jij ook, maatje. We waren gewoon top 7 jaar en alles moet er aan einde komen. Dus bij deze... Nee, echt top. Ga zo door. Dankjewel, maatje. Jij ook. Samen gaan we zo door, ja? Samen gaan we zo door. Nou, bedankt voor het kijken naar dit interview. Volgens mij wouden ook heel veel mensen weten hoe oud Thijs eigenlijk is. 12 jaar. Nee, 23. Ziek, hè? Ja. Ze zeggen wel dat vriendschappen na 7 jaar echt, zeg maar, echte vriendschappen zijn. Testwoord. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat is echt ziek. Ik heb dat echt niet snel. Ik heb 0,0000 ergernissen aan dat jij hier in huis woont bij mij. Ja, dat is wel. Ja, echt bizar. Gewoon nul. Gewoon geen één keer dat ik zeg van bro, fix dat. Of ruim dat even op. Of doe dit even. Of de vaatwasser. Of gewoon niks op aan. Dat is echt bizar hoor. Ja, ik weet ook wel dat ik natuurlijk als ik je intrek, dat ik ook gewoon shit moet doen. Dus dat doe ik natuurlijk. Ja, nou ja, we doen met z'n allen dan wel wat. Ja, sowieso. Dus dat is wel tof. Maar bizar. Dus er wordt gewoon getest. En de test wordt gewoon geslaagd. Ben ik geslaagd? Voor een test, als vriend. Ja. Ja, kunnen we wel een keertje doen, een vriendschapstest. Ik ben wel benieuwd of jullie echt veel van elkaar weten. Na 7,5 jaar zou dat eigenlijk moeten. Mag ik jullie een paar vragen stellen? Wij, ik denk, mag ik even iets zeggen?
Ik denk dat Thijs meer weet van jou dan jij van Thijs. Ja, maar weet je wat het is? Ja, mijn leven staat op internet. Ja, daarom. Als wij gesprek hebben, is het meestal over het YouTube, zeg maar het werk. Gewoon. Dat is eigenlijk hetgene waar wij samen op focussen. En die andere dingen zijn wel belangrijk. Maar ik denk dat we allebei onze prioriteiten op hetzelfde hebben staan. Ja, of we praten sowieso heel veel over werk. Ik denk 80% of zo. Ja. En de rest wat we praten is over interesses die we hebben. Dus de Wim Hof methodes, de ademhalingsmethodes die jij doet of interessant vindt. Jij bent een jaartje vegetarisch geweest. Ja, klopt. Dus toen vroeg ik een paar dingen daarover. Dus jij hebt wel interesses die je naar elkaar toont over verschillende dingen die je dan ondervindt op dat moment in je leven. Precies. Maar het is niet echt van feliciteer met je moeder of zo. Nee. Ik weet niet wanneer je moeder jarig is. Dat soort dingen of zo, weet je wel. Dat weet ik dan allemaal niet. Weet je wel hoe de moeder van Thijs heet? Wilhelmina. Ja. Nee, nee, hoe heet ze ook? Ja, zeg het maar. Ja, dit horen we eigenlijk iets wel met te een weten. P volgens mij. Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik weet het ook Iris niet. Iris zonder virus. Ja, Iris zonder virus. Mama eens kijken. Nee, hoe heet je moeder? Pieter Saals Rieter. Deze man maakt gewoon mijn ouders belachelijk. Nee. Hey, papa, ik weet dat jullie kijken en beseffen wat hij nou aan het doen. Nee. Ik kan het heel goed vinden met je moeder. Ja, dat klopt zo. Wij zijn heel direct naar elkaar. Ja, klopt zo. Ja, je moeder zegt altijd precies wat ze denkt. Dat is zo ik leuk. Ik kan gewoon tegen mijn moeder zeggen, lekker ding. Ja. Dan zeg feest, schatje. Ja, echt geniaal. Maar hoe heet je moeder? Annelies. Annelies. Ja. Je vader is echt zo'n verstandige man. Wil. Nee, Wil. Wil. Annelies en Wil. Groetjes, Wil, Annelies. Goed, hè? Ja, maar kijk, jij weet wel hoe mijn moeder heet, logisch. Ja. Hoe heet ze opa en oma dan, weet je dat? Nee, dat ben ik ze vergeten. Ja, maar dat maakt niet uit. Jawel. Ja, als je zegt, denk ik waarschijnlijk van, ah, nu ga je het waarschijnlijk anders. Ja, maar ik kan wel een keer een quiz maken voor Thijs. Dat ja, dat was dus doen. Mijn idee. Dat we een paar vragen stellen aan elkaar. Moet je niet nu in één keer gaan nee, googlen? Nee. De aankomende dagen of zo. Nee, we kunnen wel een quizje doen. Ja, ja dan kan ik en wel vragen. We gaan vragen voor elkaar bedenken. Nee, die bedenk ik dan wel, gewoon voor jullie. Ah, dat is ook wel leuk. Hé, ik ga weer even aan het werk. Me too. Yes, sir. Succes, zet hem op. Ja, ook maatje. Als er wat is, je hoeft je stoel maar om te draaien. Ik ben er, hè? Hé, hey, ik zie je zo, maatje. Is goed, man. Tot zo. Dank je. Wow. Zie je aan het eind van de dag. Super. Zo, dames en heren. Ik ga nog even een lekker filmpje kijken in bed. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.